Ik hoop alleen dat de mensen van de tulpen genieten. Dat vind ik prachtig. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben vandaag in de Noordoostpolder bij Henk van Drie, die een hele bijzondere tulpenverzameling heeft. Ik ben Henk van Drie, woonachtig in Emmeloord en ik heb hier heel wat tulpen staan. Wat is het voor tuin? Dit is een soortentuin. Dus er staan hier ongeveer 1950 soorten. Oude soorten en wat nieuwe soorten. Waarom heb je deze soorten tuin? Ik heb hem als hobby om de mensen te laten zien hoe mooi het is met de tulpen. En hoeveel soorten er zijn. En ik heb ze voor promotie van een pollenvak. En wanneer ben je daarmee begonnen? Ongeveer 40 jaar terug, toen ik de eerste tulp kreeg. Oké, want je kreeg een tulp van iemand en... Die heb ik in de eigen tuin gezet. Ja. En die heb ik bewaard. En dan krijg je elke keer nieuwe soorten bij, of je koopt er wat bij. Oh ja. En dan loopt het vanzelf wel op. Ja, dan loopt het uit de hand. Dit loopt uit de hand. Ja. 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 Is helemaal uit de hand gelopen. Ja. Henk, en je bent gepensioneerd, hè? Ja. En hoeveel tijd besteed je wekelijks aan de tulpen? Hoeveel tijd? Oh, dat is heel wat. Met het planten ben ik 3 tot 4 weken bezig, zeg maar 4 weken. Met het rooien ook 4 weken, met pellen 4 weken. En dan tijdens de bloei hier ben ik er ook, loop ik er elke dag. Moeten de zieken eruit, moeten gekopt worden. Dus dan loop ik hier ook weer 4, 5 weken rond. En dan de administratie nog. Ja, want je houdt de administratie bij van welke soorten je hebt en hoeveel. Welke soorten ik heb en wanneer ze bloeien en wat voor zieken zeer erin zit. Oh ja. Wat is de oudste soort? Dat is Lak van Rijn en die is van 1620. Dus die is al 400 keer en 2 jaar geplant, gerooid en alles. En hoe kom je aan zo'n oude soort? Dat is via meestal. Er is een Hortus bulborum in Limmen. En die hebben allemaal oude soorten. En daar ruil ik nog wel eens mee. Ah, op die manier. Dit is een tweede plaats, zeg maar. Voor als de tulpen wegvallen, kunnen we ruilen. Als ze op één plaats staan, dan is het risico dat je straks helemaal niks meer hebt. Ja, precies. Ja. Ja. Welke tulp vind jij zelf de mooiste? Nou, er zit geen verschil in. Ik vind een bepaalde soorten lelijk. Dan zeg ik dat het geen tulp is. Maar de andere tulpen vind ik meestal wel mooi. Oké. Okay. Ontvang je hier ook gasten? Ja, het is vrije toegang. Daarom staan de tulpen hier. Ja, om te bekijken. Om te bekijken. Ja. Dus, en er zijn af en toe rondleidingen met bussen. Ah ja. En als ze willen, kunnen ze een rondleiding krijgen. Ja. Er zijn wat vrijwilligers die dat doen. Tot wanneer kunnen de mensen komen kijken? Tot ze uitgebloeid zijn. Nou, wanneer is dat ongeveer? Dat is de laatste is nu dit jaar, denk ik, in mei. Oké. Maar dat is van seizoen
afhankelijk. Ja. Het ene jaar is het vroeg en dit jaar is het normale tijd aan de vroege kant. Maar het kan ook heel laat zijn. Ja. En als het heel laat is, dan bloeien ze eind mei nog. Ja, ja. De natuur hebben we niet in de hand. Is er ook een plek waar mensen meer informatie kunnen vinden? Op internet of zo? Ja, dat is er wel. Op het Open Festival. De website weet ik niet. Okay. Maar van het Open Festival. Het Open Festival? Ja, okay. In de Noordoostpolder. Ja. Daar hebben ze meer informatie op gezet. Bedankt Henk, superleuk dat je even de tijd wilde nemen om wat vragen te beantwoorden. Heel hartelijk dank. Heb je zelf nog iets wat je kwijt wilt? Nee, ik hoop alleen dat de mensen van de tulpen genieten. Dat vind ik prachtig. Ja. Ja. En de opnameman die geniet er ook van, die staat te lachen. Ja, zeker. Dus... ja, ik vind het nachtig mooi, ja.